zitten hier aan wonen. Het is niet zo dat ik wel 100% Nederlander ben. Ik ben bijna 70% Nederlander. Ik ben Samir Hamed. Ik kom uit Palestina. Ik woon hier in Nederland nu 36 jaar. Ja, zeker weten. Je weet wel hoe ik altijd... Hey. Goed zo. Ik heb een andere nicht van mij die had gedaan. Ik kwam bij jou deze zomer. Ik zei, nee, lieve schat. Ik kan het jullie. Lieve schat. Hey, lieve schat. Lieve schat. Mijn naam is Asha. Ik kom uit Somalië. Ik ben nu 16 jaar in Nederland. Ik ben Larissa Rekova. Ik kom uit Kazachstan en ik woon 13 jaar in Nederland. Kijk eens! Oh, Asha! Heb je die gemaakt, Aisha? Ja, die heb ik gemaakt. Oh, ik alles achteraf. Oh, koffie, honey? Ja, ze heeft ze expres gedaan. Express. Ja, kijk, Harmjan is er, Harmjan is er. Oh, mijn lieve schat, mijn lieve boerman. Boerman, welkom. Heb je de kleren, Lia? Ja, ik heb het al. Heb je echt zelf gemaakt? Ja, ik heb echt zelf gemaakt. Ik dacht, waar kan ik? Ik ben 1995, in februari. Ik vergeet nooit meer. 16 februari ben ik hier in Nederland terecht. En was het heel koude winter in februari en in Afrika. Ik kom uit Afrika namelijk. En daar heb ik nooit een jas gehad. Heb ik ook nooit sneeuw op de grond zien lagen. Dus eigenlijk, ik was met mijn vier kinderen. Vier minderjarige kinderen, zeg maar. En we hadden alleen maar gewoon dikke trouwen. Verder hadden we geen jassen en zo. Dus was het hartstikke koud. In eerste instantie was het heel moeilijk, vond ik het ook heel moeilijk. Taalkennis was het grote probleem. Aanpassing, andere mentaliteit, andere eten, andere gewoonten. Het koude weer, dat was inderdaad moeilijk. En nog steeds moeilijk, sommige dingen. Maar toch gaat het beter. Het was heel moeilijk in het begin. Wij wisten helemaal niks over Nederland. Ja, bijna niks. En cultuur is anders, klimaat is anders, de taal is helemaal anders. Maar wij zijn hier gekomen, dus wij moeten hier aanpassen. En ja, eerst met de taal. Het was heel moeilijk, want uitspraak is vreselijk. En onze uitspraak was helemaal onbegrijpelijk in het begin. Ik vind sowieso de taal, vond ik, nu valt wel mee. Maar in het begin vond ik een verschrikkelijke taal. Die G, alles wat je zegt. Ik dacht eerst, wat is dit voor een taal? God, dan zeg je alles met G. Dus nu valt het wel mee. Mijn moedertaal is geworden. Maar in het begin had ik echt heel moeilijk mee. Ik moest hier natuurlijk wel studeren. Ik kwam om te studeren in Nederland. Bij de universiteit hadden ze toen geen Nederlandse cursussen. Maar toch was er een boek, die heet Meneer de Vries. Die vond ik een heel belangrijke boek. En toch heeft mij heel veel geholpen eigenlijk om die taal te leren. Dat was de eerste zin bij, is Nederlands mooie taal? Is Nederlands mooie landschap? Heeft Nederlands mooie landschap? Dat was prachtig. En ik zie het, Nederland inderdaad heel mooi land en mooie landschap. Ik ben Samir Hamed. Ik woon in Nederland sinds 36 jaar. Ik ben gelijk hier in Groningen gekomen, direct te studeren eigenlijk. Ik heb 4 jaar psychologie gedaan en daarna ben ik met de filmacademie bezig en daarna ben ik een filmproducent geworden. Het is niet helemaal alleen gedaan alles. Natuurlijk, ik krijg hier toen, 36 jaar geleden, veel begeleiding
vooral van hulporganisatie, vluchtelingenorganisatie, UAF in het bijzonder, waar toch studiebuurs en hulp geven. Ik denk dat veel opvangst was, veel begeleiding, en die heeft mij veel geholpen toch om verder te komen. Ik kwam hier om iets te doen, niet alleen maar te zitten en toch te wachten, of tijdelijk. Het was voor mij gewoon, hop, kans, die heb ik aangepakt. En daar ben ik blij om. 36. Ja. 60. Dat is voor jou. 56. Ik was altijd bezig. In Kazachstan was ik altijd actief en heel hard gewerkt. Dus dat kan ik niet anders. En thuis zit helemaal niks van mij. Dus in het asielzoekerscentrum heb ik ook gewerkt. In het uitzendbureau, interne uitzendbureau, in de kantine, personeelskantine. Toen wij verblijfsvergunning hebben gekregen, wilde ook heel graag iets doen. Helaas heb ik nog geen werk. Dus ik probeer andere dingen te doen, zoals computermoeder. Wij helpen kinderen hun opdrachten op de computer doen. Als kinderen hulp nodig en vragen, ze begrijpen geen opdrachten of moeilijke dingen tegenkomen. Dus wij proberen hen te helpen. Wij helpen hen graag. 48. 9. 48. Ja. 9. Ja, maar die mag je niet meenemen, die vliegtuig. Alleen het land, hè. Die is voor mij. Eigen maatschappij. Eigen maatschappij. Eigen maatschappij. Je net doet het. Toen zijn we alles, hè? Contacten met mensen vind ik belangrijk. Ik heb heel leuke, lieve buren. En als je de taal niet kan, hoe ga je met mensen om? Was het tijd geweest dat ik elke vraag wat men mij stelt, beantwoord ik ja. Omdat ik weet niet wat dat is, maar ja, 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 ja. Dus dat zie je hoe belangrijk de taal is. Dus eigenlijk heb ik dus mijn best gedaan om de Nederlandse taal te leren. En ben ik nu dankbaar. Ik heb dat dus geleerd. Heb ik eerst een Nederlandse les gehad. En daarna heb ik NT2, Nederlands als tweede taal, heb ik gevolgd. Ik heb alle onderdelen gehaald. Heb ik zelf opleidingen gevolgd. MBO-opleiding. Dus die heb ik ook af. Ja. Nou, hij heeft de woordenschattoets gemaakt. Hè? Ja, dat vond hij wat lastig. Ja, toen schrok hij. Ja. Hij heeft zelfs gehuild, hè? Ja. Ja, ja, ja. Nou, en nu heeft hij hem dan nog een keer gemaakt. En dat had meester Beudeker u al verklapt, begreep ik. Had hij een A-score, maar heeft hij geweldig gedaan. Heel goed. Ja. Ik heb twee kinderen, twee zoons. En ik wil heel graag op de hoogte zijn van allerlei dingen wat zij doen. Onze oudste zoon studeert in Groningen. Hij is bijna volwassen, dus ik kan alleen vragen. Maar ik heb nog een jongste zoon. Hij is 8 jaar. En hij gaat naar school natuurlijk. Hij gaat sporten. En ik wil weten hoe hij doet. Hoe hij presteert en op school en op sport. Dat is heel belangrijk voor mij, want in onze cultuur, als mensen kinderen hebben, zij zijn belangrijkste dan wij zelf. Wij moeten alles weten over hun, maar hoe kan ik weten als ik geen taal spreek? Dus, en ook, ik ben ook voorbeeld voor hun. Ik denk dat het in Nederland zijn heel veel natuurlijk wel subsidies en regeling. En toch veel buitenlanders lopen ze dat mis. Lopen ze dat mis doordat ze toch inderdaad niet voldoende kennis, niet op de hoogte, door natuurlijk taalbarrières en andere barrières. Dat zijn heel veel instanties en budgetten die kan je wel makkelijk gebruik van maken om toch verder te komen. En dat de achterstand van buitenlander komt doordat ze eigenlijk heel veel missen, ook in Nederland.
Dat zijn dingen die kom je wel eigenlijk tegen in de kranten, in nieuws, journaal, als je leert, met contacten met andere Nederlanders erbij. En dan kom je erachter, hey joh, ik kan hier gewoon makkelijk voor, bijvoorbeeld voor mijn zoon, een budget van een paar duizend euro in het jaar of 10.000 euro in het jaar, om toch hem verder te kunnen helpen, te ontwikkelen. Dat zijn gewoon budgetten, die hebben we voor betaald met z'n allen. Maar toch wordt niet gebruikt door veel allochtonen. Dat vind ik heel jammer. En dat komt door gebrek aan kennis en integratie. En vooral taalkennis. En een giraf met een oog, maar die lachen ook. Een giraf heeft een hele lange nek. Waar is bruin? Hier is bruin. Ik ben nu zelf, zeg maar, omdat ik de taal heel goed heb geleerd, ben ik zelf eigenlijk, omdat ik verschillende opvangcentrum heb, verschillende asielzoekerscentrum heb gewoond, ben ik eigenlijk nu ook tolk. Ik weet hoe belangrijk het is om mensen met te communiceren. En er zijn zoveel mensen die net binnen in het land zijn en die geen één woord kunnen. En bijvoorbeeld die formulieren van bijvoorbeeld voor verzekeringen en dingen kunnen niet invullen. Dus nu heb ik dus heel veel mensen geholpen als vrijwilliger, zeg maar. In de AZC heb ik ook als tolk gewerkt. Dus ja, voor mijzelf heb ik ook meer vertrouwen in en mezelf gekregen. En ja, eigenlijk overal waar ik ook ben, kan ik met mensen kletsen. Vroeger zat ik bijvoorbeeld bij de wachtkamer voor de huisarts. Zit ik alleen en kijk ik kanten en dan zeg ik niks. En ik weet ook niet waar mensen over hebben. Maar nu kan ik gelijk het gesprek inspringen en zeg ik wat ik van vind. Dankjewel voor de informatie. Het is alles duidelijk. Ja, mooi. We gaan verder werken en tot de volgende week. Ja, woensdag is laatste keer. Woensdag? Woensdag, volgende week woensdag. Oh. Dus voor ons is maandag laatste dag. Ja, dat is De Nederlandse taal hier in Nederland is echt heel belangrijk en heel erg nodig. En ik snap het niet, mensen, als mensen kans hebben om Nederlandse taal te leren, naar Nederlandse school te gaan en grijpen ze niet, dat snap ik echt niet. Nee, wij mogen niet mee. Ja. Wij gaan hier oud zwaaien. Ja, ja. Oké, daar. Ja. Ik denk dat sowieso gewoon sleutelrol de taal. Ik denk voor iedereen die hier woont of komt hier wonen of überhaupt in Nederland wil blijven, de Nederlandse taal te kunnen beheersen. Niet alleen maar spreken, maar lezen en schrijven. En dan kom je heel ver mee. Als je dat kan, dan kom je ook makkelijker in contact met Nederlander. Niet alleen maar met Nederlander, maar met overal. Ook in het werk kun je beter presteren in alle opzichten. Het glas was nooit leeg geraakt. Leidelijk glas was nooit leeg geraakt. Zet je voor ons. Ik heb vier al. Dat is een plakkerprint. Ja, ik heb toch vier. Yes, nog een 20. Hoe is dat, Bertman? Staan we voor.